Venetië is een goed voorbeeld van alle trekpleisters. Voor corona was de toeristische industrie de snelst groeiende industrie ter wereld. 10% van de economie en werkgelegenheid wereldwijd ging naar het toerisme. En ook wij Nederlanders konden er wat van. Zo gaven we voor corona 3 miljard meer uit aan vakantie dan 10 jaar geleden. We zijn hier nu bij Harry's Bar, zit hier op de hoek. Wat een toeval. De autoriteit op het gebied van toerisme is een Nederlandse professor die woont en werkt in Venetië. Toerisme is heel duidelijk. Ik denk dat ik dat ook in mijn studies heb laten zien. Toerisme is een activiteit die steden dreigt zielloos te maken, doordat ze zeg maar de normale en de dagelijkse activiteiten, de lokale inwoners, verdringen. Kijk naar de Jordaan, hè, zonder Amsterdammers, zonder dat Amsterdamse dialect, of inderdaad Den Haag zonder Hagenaars die gewoon het haast nog onder de knieën hebben, is een stad zielloos. En dus je krijgt dan dat Disneyfication proces en ja. Het wordt een openluchtmuseum. Dit is het centrum van Venetië eigenlijk, fantastisch uitzicht. Dit is dan het kanaal waar voor de COVID zeg maar, alle cruiseschepen naar de oude haven zeg maar, hier zo voeren, voorbij. Echt gewoon hier voorbij. Het was vol met van die taxiboten, vol met het normaal vervoer, ambulances. En dat scheerde dan zo lang zo gigantisch. En dat was echt... een wonder eigenlijk hoe weinig het misgegaan is. En hieronder zag het echt zwart van de mensen. En je kon echt over de hoofden hier lopen. Nou, je ziet, het is nu een soort van spookstad bijna. Het is super rustig. Ja. Voor corona was Venetië natuurlijk de icoon van wat wij op de universiteit overtoerisme noemen. Dus een teveel aan toeristen. En dat betekende inderdaad zeg maar, voor corona dat de toeristische industrie de sterkst groeiende industrie was in de wereldeconomie. Het zag ernaar uit dat tot 2030 min of meer het aantal internationale reizigers zou verdubbelen. Maar zo'n situatie, de verdubbeling van het aantal toeristen, dat is voor een stad als deze natuurlijk desastreus. Ja, dat is een rampzalig scenario. Niet alleen voor Venetië, maar voor heel veel andere steden in de wereld. Denk aan Amsterdam, denk aan Brugge, denk aan Barcelona, denk aan Berlijn, Praag. Het gaat erom dat er te veel mensen komen. Alles wat je doet als gemeente ten aanzien van toerisme moet je in principe doen om je inwoners zeg maar min of meer beter af te maken. En ook de lokale ondernemers beter af te maken. Met het stilvallen van het toerisme ontstond wereldwijd een nieuwe situatie. Zo kwamen in Venetië voor het eerst in jaren de dolfijnen weer terug. Veel mensen in de toeristenbranche zagen een unieke kans om na de lockdown een nieuwe start te maken. I think this time is a big opportunity for Venice and for the other town like Amsterdam or Barcelona to take advantage for the terrible time of the pandemic. Hoe het zou kunnen zijn is eigenlijk dat mensen iets langer in de stad blijven met kleinere groepen. Dan is er minder overlast voor de stad en dan kan men ook meer genieten van de cultuur en van de geschiedenis van Venetië. Volgens de professor is corona geen gamechanger, maar eerder een belemmering voor verandering. Het is een sociaal-economisch bloedbad. Het is echt rampzalig. Ik ken heel veel mensen die werkten in de toeristische industrie, dus nu hun baan kwijt zijn. Daar waar ik de COVID-crisis als een soort van katalysator zag een jaar geleden, ben ik nu een stuk zeg maar, pessimistischer. Ik denk dat er nu dusdanig veel ellende is, hè, zoals we net al zeiden. Dat men toch wel heel snel terug wil naar een situatie van zoals die was.